Ja, we zijn in Sounds en op het tijdstip waarop Ro en Ten hier als Them Two Gotcha Crew zouden komen signeren, maar dat klopt, ja, ze zouden spelen. En helaas gaat dat niet door. We zijn heel druk bezig met het voorbereiden van de show van vanavond. Precies, dus dat komt in de puntjes. Nou, dat is ook het allerbelangrijkste. Maar jullie zijn wel partner, of jullie zijn eigenlijk de uitgever van de nieuwe EP. Inderdaad. En ja. Hij is er wel. Hij is er, dat is hem. Kijk eens even zeg. Speciaal voor het Vinyl Festival uitgebracht. Fantastisch. En daar gaan jullie vanavond ook mee in patronaat met een winkeltje? En... ja, ja, wij doen de merch voor ze, dus je kan deze en andere Gotcha platen vanavond krijgen. Alle Gotcha platen, kijk eens aan, dat is heel goed. Hoe gaat het verder in Sounds tijdens het Haarlem Vinyl Weekend? Is het extra druk? Ja, ja, je merkt wel de extra drukte, inderdaad. Nou, dat is geweldig. Veel mensen. Ik vind het sowieso heel druk in Haarlem, maar ja. Ja, je merkt dat het heel wat mensen aantrekt, dit festival, ook vanuit het buitenland. Uit het buitenland, ja. Ik heb al Chinese en Japanse platenpersers gesproken. Ja, vier keer groter dan die Haarlemse pers hier. Verder, wat zijn echt heel goed verkopende vinylalbums op dit moment? Ja, is dat backcatalogus of nieuwe dingen? De klassiekers doen het altijd goed. Dus Fleetwood Mac, Rumours of Red Hot Chili Peppers, Californication. Pink Floyd wordt altijd genoemd. Pink Floyd altijd. Ja. Pearl Jam 10, Nevermind. Ja. Dat zijn platen die altijd verkopen. Arctic Monkeys, AM, doet dat heel goed. Ja. Het Hotel. Nee, Hotel doet het minder. Nou, die wat minder, maar ja. Die heeft ook zo zijn fans. Maar, de hip-hop. Verkoopt heel goed bij ons. En dan echt nieuwe vinyl, dingen die gewoon allerlei nieuwe. Molokko zangeres, zal ook wel op vinyl zijn. Ja, Rosa Murphy net uitgekomen, doet het ook goed inderdaad. Ja, ja. Ja, alles komt nu ook op vinyl uit. Nou, en jullie hebben echt een ongelofelijke berg aan vinyl. Sterker nog, nauwelijks nog cd's. Ja, het gaat minder met cd's. Je merkt dat, laten we zeggen, 80% van de verkoop op vinyl is ondertussen. Ja. Dat is het populairste. Geweldig. Nou, vergeet ik nog iets belangrijks te vragen? Jullie hebben een in-store. We hebben een in-store morgen van de Irrational Library om 4:00. Ja. Die hebben ook een nieuwe plaat uit, Good Busy. Ja. Dus daar zou het zeker bij zijn. Ja, en ik ga zo dadelijk door Haarlem struinen met de Scumbag Millionaire. Ja. Ook vorige week uitgekomen. Ook vorige week uitgekomen. Ook vinyl. Hebben wij ook in de box staan. Ja, met kleurtjes. Kleurtjes met allerlei mooie kleurtjes inderdaad. Ja, ja, ja. En die spelen vanavond in de Wolfhound. Maar die moet eerst spelen en dan gaan ze morgen verkopen bij jullie. Dat is het plan. Ja. Ja. Nou, dan komen we morgen nog even terug om te vragen of dat ook echt gebeurt. Helemaal goed. En staat daar nou ook nog een vinyl van het vinyl weekend of is het alleen maar een sleeve? Het is alleen een sleeve. De promotie, helaas. Wat een nepperij. Wie weet. Hè? Dat is wel een leuk idee voor volgend jaar. Heel goed. Dankjewel voor het gesprek. En verkoop ze vandaag en morgen. Dankjewel. Komt goed. 20 oktober. We hebben alleen een singletje nog. 10 inch, ja.